Goedendag en welkom bij het Kubernetes Journaal voor vandaag. Het journaal waar u dagelijks wordt ingelicht over de stand van zaken met betrekking tot de COVID-pandemie in Suriname, maar ook informatie over daarbuiten. Binnen de samenleving, maar ook daarbuiten, blijkt er nog steeds commotie te ontstaan over de bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin. Internist-nefroloog Amr Pounouassi zegt dat hij als wetenschapper de ontwikkeling nauw volgt. Er is geen reden voor om te stoppen met het vaccin. Arts, als wetenschapper, kijken, volgen wij ook met argusogen deze ontwikkeling. We hebben in Suriname duidelijk nog niet gekozen om het te stoppen. Het moet wel duidelijk zijn dat de gevallen waarbij er bloedpropjes zijn gevonden bij mensen, de zogenaamde longembolie of trombosebenen, dat in slechts 22 gevallen of iets dergelijks is voorgekomen. En dat praten we over 1000%. En dan wil ik zeggen, 1000% is zo zeldzaam als het al daarvan zou komen, want men weet nog niet eens of het daardoor komt. We moeten wel beseffen dat in onze bevolking, en zeker bij 60 plus wereldwijd, dat er elke dag mensen zijn die tromboses ontwikkelen. Het is niet iets dat niet bestaat, tromboses kunnen ontwikkeld worden. Dus de vraag is, komen die tromboses omdat ze er eenmaal zouden komen, of komt het door een vaccin? Is nog helemaal niet beantwoord. Maar de impact die het heeft voor onze volksgezondheid om door te gaan met vaccineren is veel groter en veel belangrijker, denk ik, dan het stoppen uitgaande van getallen van 1000%... als mogelijke bijwerking. Nogmaals, denk weer aan die Russische roulette. Je weet dat het een grote kans geeft, dat is al bewezen, om het je te beschermen tegen corona. En als je 1 op de 6 kans hebt om dood te gaan als dialysepatiënt, dan versus 1 op de 100.000 om een bloedpropje te krijgen, dan denk ik dat de keuze ook vrij makkelijk te maken is. Waarom mag je geen paracetamol innemen voor en na de vaccinatie? Dat is ook een vraag die vanuit de gemeenschap gesteld wordt. 1. Sowieso is het overbodig, want je hebt geen klachten. En 2. Je wilt ook wel weten of er enige reacties komen van het vaccin. En paracetamol zou dat dus kunnen onderdrukken en dan weet je überhaupt niet wat voor soort reactie je krijgt. Dus pas als het nodig is, wanneer je echt merkt van, ah jong, misschien had hij, ik heb wat lichaamspijnen, pas dan zou ik het gebruiken. Maar niet om van tevoren, want dan camoufleer je misschien wel iets dat in de korte tijd, dat we zeggen, de acute tijd is een half uur, 15 tot 30 minuten na de vaccinatie, kan je dan misschien op het verkeerde been gezet worden, terwijl je dan juist mensen goed wilt observeren op acute reacties. In het wekelijkse televisie-opbelprogramma Niet Zomaar een Prikje, welke elke maandag wordt uitgezonden via de STVS, gaan deskundigen in op de stand van zaken als het neerkomt op het vaccineren van de gemeenschap. Wekelijks worden de kijkers in de gelegenheid gesteld hun vragen te stellen aan het team. In de aflevering van Maandag Jongsleden gaf dokter Kwame van der Hilst van het Nationaal Coördinatieteam COVID-19 Vaccinatie de stand van zaken aan met betrekking tot de vaccinatiecampagne. We zijn 23 februari gestart met het vaccineren. Allereerst met de firstliners, dus de mensen die echt op de werkvloer in aanraking komen met COVID-patiënten. Dat is aan de hand van ons Nationaal Vaccinatieplan. En we zijn eigenlijk vrij langzaam, hadden een slow start. De minister was zelf ook nog in de media gekomen om aan te geven dat het eigenlijk niet snel genoeg ging. Uiteindelijk hebben we ervoor kunnen zorgen dat de capaciteit verhoogd werd, waarbij we dus aanvankelijk 50 tot 100 per dag vaccineerden, tot zeker een 1500, 2000 per dag konden vaccineren. Dus wij hebben een goede doorstart gemaakt. En inmiddels zitten we op iets meer dan 35.000 vaccinaties. Dan hebben wij nog ongeveer 3.000 vaccinaties over om de mensen hun eerste dosis te geven. Want zoals u weet, het vaccin wat we nu hebben, moet je er 2 doses van geven. En het beleid is dat wij in ieder geval het vaccin dat we binnen hebben gekregen, dat we de mensen kunnen garanderen voor een eerste en een tweede prik. Dus de helft van het vaccin is bewaard voor de tweede prik en we zijn nu bijna aan het einde van onze voorraad voor de eerste prik. We hebben een mobiel team die dus al die tijd naar verschillende tehuizen gingen om bejaarden tehuizen, om de mensen daar te vaccineren.
Wij hebben een lijst gemaakt van de mensen die bedlegerig zijn, dus of minder mobiel zijn, en in feite absoluut niet naar een vaccinatiesite kunnen gaan. Als wij een bepaalde hoeveelheid hebben van een aantal mensen hebben die dus echt niet naar een vaccinatiesite kunnen gaan, dan kunnen we zo een mobiel team erop afsturen. De uitdaging hierbij is dat wij te maken hebben met vaccins die, waarbij je uit één file, uit één flesje, moet je meerdere vaccins halen om toe te dienen. Je kan dus niet één persoon hier vaccineren en vervolgens het vaccin zonder meer transporteren naar een andere plek om te vaccineren. Dus wij hebben ervoor gekozen om eerst de bejaardentehuizen te doen, maar natuurlijk de bedlegerige mensen die zijn ook een risicogroep en die moeten ook gevaccineerd worden. En het plan is dan om, laten we zeggen, op zo'n locatie te proberen 10 mensen bij elkaar te krijgen om rondom die ene persoon die bedlegerig is of minder mobiel is, om die toch zijn vaccinatie te kunnen geven. Op de vraag hoe en waarvan het AstraZeneca-vaccin is ontwikkeld, geeft infectioloog Dr. Stefan Frieden de volgende uitleg. Dat vaccin is ontwikkeld door een bepaald virus, een adenovirus, dat voor de mens niet schadelijk is. Het is een adenovirus dat griep veroorzaakt bij chimpansees. Het is een adenovirus waarbij je makkelijk DNA kan inbouwen. Het is een DNA-virus. En men heeft een stukje DNA ingebouwd. Dit is een beetje ingewikkeld, maar ja, u vraagt hoe is het gemaakt. Men heeft een stukje DNA ingebouwd in dat DNA van dat adenovirus. En dat DNA heeft als het ware de code om mRNA te maken. En mRNA, dat specifieke mRNA waarmee je het spike protein, dus dat eiwit van die uitsteeksels van dat virus kan maken in de cel. En dat virus wordt als het ware, dat is eigenlijk het AstraZeneca-vaccin, het Covishield-vaccin zoals het hier heet, dat wordt ingespoten. Wat er gebeurt is dat virus komt terecht in onze menselijke cellen. Daar wordt het DNA omgezet in het RNA en vervolgens wordt het RNA vertaald, zoals we dat noemen, naar het eiwit. Het eiwit van het spike protein. En dit eiwit veroorzaakt dus een reactie, want eigenlijk dat eiwit is het uiteindelijke vaccin. In feite wordt het vaccin in ons lichaam gemaakt. Wat we krijgen ingespoten is als het ware een soort van voorproduct, om dat zo te zeggen. En vanwege de aanwezigheid van het virus krijg je dat er ook ons immuunsysteem wordt aangezet om sterker te reageren op dat eiwit, ja. Waardoor je een sterkere immuunrespons krijgt. Dus dit vaccin, ik heb het ook al eens eerder, ik weet niet of het in dit programma is of in een ander programma uitgelegd. Dit vaccin verschilt bijvoorbeeld van het Pfizer-BioNTech vaccin. Omdat in het Pfizer-BioNTech vaccin, daar wordt het RNA ingespoten. Dat is als het ware ook een voorproduct, maar het is een stap verder al. En het voordeel van dit vaccin is vooral voor het transport. U weet dat het Pfizer-BioNTech vaccin moet bij min 80 graden bewaard blijven. En u hoorde net dokter Kwame al aangeven dat als je mensen op allerlei plekken wil gaan vaccineren, dan is dat best wel een uitdaging als je vaccin eigenlijk op min 80 bewaard moet blijven. Dus dit vaccin, dat kan gewoon in de koelkast. En dat we zeggen tussen de temperatuur van 2 tot 8 graden. Dus met een goede koelbox en aantal koelelementen kun je het ook al veel makkelijker transporteren. Dus dat is het voordeel. Juist omdat dus dat DNA in dat virus is veel stabieler dan dat RNA. Onlangs is er in met name Brazilië nog eens een variant ontdekt met meerdere mutaties. Maar wat is nu een mutatie? Een mutatie is een
een verandering in het genoom, dus in het RNA van het coronavirus. Ik weet niet of u iets weet van het genoom, dus van het RNA. Het coronavirus is een RNA-virus. En dat RNA-virus bestaat uit een soort van een code. En dat virus vermenigvuldigt zich heel snel, miljoenen keren, in het lichaam van een mens. En dat vermenigvuldigen moet je zien als een soort van kopiëren, kopieën maken van zichzelf. En bij het maken van kopieën treden er kleine foutjes op, toch? Dan het virus vermenigvuldigt zich een miljoen keer, zeg maar. En niet alle miljoen keren ontstaat er precies hetzelfde product. De ene keer is er een kleine verandering hier, de andere keer is er een kleine verandering daar. En die kleine veranderingen, die kleine weeffoutjes, zou je kunnen zeggen, die noem je mutaties. Mm-hmm. En meestal heeft zo'n mutatie geen enkel effect. Dat maakt niet uit. Ik bedoel, of het nou zo is of zo, dat maakt niet uit. Het virus blijft hetzelfde. Maar als je miljoenen keren vermenigvuldigt, dan is er wel een kans dat een van die mutaties net de eigenschap of een combinatie van een aantal mutaties de eigenschappen van het virus verandert. En als je dan een virus krijgt met een duidelijk veranderde eigenschap, dan noem je dat een variant. Dus één variant bevat meestal meerdere mutaties. En er zijn heel veel varianten ook ontstaan, maar die varianten zijn niet zo belangrijk, want ze hebben geen consequenties voor de virulentie van het virus. Maar er zijn wel een aantal varianten naar voren gekomen die wel wat uitmaken. En dat zijn die drie varianten, die noemen we de varianten of concern. Dat zijn de varianten waarover we ons wat zorgen moeten maken. Omdat ze het virus veranderen in een wijze die ons bezorgd moet maken. Zo weten we bijvoorbeeld van die Braziliaanse variant dat hij veel besmettelijker is en ook dat hij meer ziekmakend is. En zelfs dat hij ook ziekmakend is bij de niet alleen bij de traditionele groep van oudere mensen en mensen met onderliggend lijden, maar ook bij jongere gezonde mensen. Dus dat is een hele zorgwekkende variant. En de andere varianten hebben eigenlijk soortgelijke afwijkende eigenschappen. De grootste uitdaging voor het Nationaal Coördinatieteam COVID-19 vaccinatie is de beschikbaarheid van het vaccin. Vanwege het feit dat Suriname nog niet beschikt over een grote hoeveelheid vaccins, moet het plan van vaccineren worden aangepast. Momenteel beschikt Suriname over 75.000 vaccins, waarvan nu meer dan 33.000 al toegediend zijn. Wij hebben eigenlijk een andere uitdaging dan welke ze hebben in de andere westerse landen. Of in de westerse landen. Onze grootste uitdaging is de beschikbaarheid van vaccins. Omdat wij dus niet die hoeveelheden beschikbaar hebben, moeten wij ons plan enigszins aanpassen. Mm. Daar waar wij in het begin van het jaar dachten dat wij op dit punt misschien al 100.000-200.000 doses vaccin zouden hebben, hebben we er dus nu 75.000. Dat betekent dat wij dus niet meer dan dat kunnen vaccineren. Waar wij het plan enigszins hebben aangepast, is dat wij in het begin zoveel als mogelijk mensen zich online lieten registreren en uitsluiten de mensen die online waren geregistreerd inplanden voor een vaccin. En naarmate we bezig waren, zagen we dat juist die kwetsbare groep van de 60-plussers heel moeilijk bereikbaar was, heel moeilijk zich online kon registreren. En toen hebben we het besluit genomen om die groep zich vrij te laten aanmelden bij de sites, als de zogenaamde walk-in. Dus je kan gewoon naar binnen lopen, zonder afspraak. En als je nou wel of niet online bent geregistreerd, je kreeg daar de mogelijkheid om het alsnog te doen. Wat belangrijk is om te kunnen vervolgen en om je tweede prik te kunnen inplannen. Maar dan kun je dus op die manier wel je vaccin krijgen. Dus ook al was je niet geregistreerd online. Muziek.
Edward Hogeboom, algemeen directeur van Interfond NV, heeft een symbolische overhandiging gedaan van 100.000 COVID-19 vaccins aan president Chandrika Prasad Santokhi. Ik was verrast te horen dat de verwachting uit volksgezondheid was dat we pas rond 2022 iedereen gevaccineerd zouden hebben. En dat vond ik een schokkend bericht. De samenleving gaat erg gebukt onder niet alleen onder de gevolgen, de psychologische gevolgen van de lockdowns die steeds op ons afkomen, maar ook door de beperking van vrijheden. En natuurlijk is er veel menselijke schade op. En wij meenden daar goed op in te kunnen spelen door een gebaar te doen, door een aantal vaccins beschikbaar te stellen. We weten natuurlijk dat het niet zo makkelijk is, de vaccins liggen niet op straat, maar er is duidelijk gemaakt dat de problematiek tweeledig is en dat aan de ene kant financiële beperkingen zijn en aan de andere kant beschikbaarheidsbeperkingen. En we wilden in ieder geval een ondersteuning geven via die financiële bijdrage in de vorm van aankoop van 100.000 vaccins. President Santokhi werd vergezeld door minister ad interim Krishna Kumari Mathura van Volksgezondheid en de directeur van Volksgezondheid Rakesh Gada Sukul. De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven VSB, Brian Rente, was ook deelgenoot van de overhandigingsceremonie. Dat vond plaats op maandag 19 april jongstleden op het kabinet van de president. Voorzitter Rente benadrukt dat er een heleboel bedrijven zijn die graag een bijdrage willen leveren in het belang van de samenleving. Ik denk dat iedereen erbij gebaat is wanneer wij zoveel mogelijk mensen vaccineren. We weten dat er een heleboel bedrijven graag een bijdrage willen leveren, financieel of anderzijds. Gewoon in het belang van die samenleving. Ik denk dat iedereen erbij gebaat is dat we zo snel als mogelijk zoveel mogelijk mensen hebben gevaccineerd, want dat is de enige manier om uit deze moeilijke situatie te geraken. En we zijn bijzonder blij met dit moment. Tijdens de laatst gehouden regeringsvergadering heeft president Chandrika Prasad Santokhi laten weten dat de bestrijding tegen het COVID-19-virus begint bij de burger zelf. En ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid kennen, meent de president. Maar ik wil nogmaals benadrukken dat een ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft als het gaat om COVID-19. Elke burger, elk instituut, elk bedrijf, de samenleving heeft een eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat die volksgezondheid gegarandeerd is, dat die besmetting niet verspreidt. En wij als regering zorgen dat we met regelgeving en beleid dat aansturen. En juist de balans zoeken enerzijds tussen volksgezondheid, die ook aangestuurd wordt vanuit de internationale volksgezondheid, daarom heet het een pandemie, vanuit WHO, vanuit andere instituten, en terugkeer naar die maatschappij, naar die economie. En daar is waar je juist de balans moet hebben, waarbij steeds de boventoon zal zijn het garanderen van die volksgezondheid. Volksgezondheid zal prioriteit zijn bij ons als regering. Dit was het weer voor deze aflevering van het COVID-19 journaal. En zo weet u nu wat de mutatie is en hoe dat een variant wordt. Ook van Dr. Kwame van der Heels heeft u gehoord hoe het verloopt met het vaccineren en zeker ook de oproep van de president. Een ieder moet zijn eigen verantwoordelijkheid kennen. Mij rest u nog een genoeglijke avond toe te wensen en we zien elkaar morgen weer bij een nieuwe aflevering.